Al na 40 seconden lag de bal afgelopen zondag tegen FC Groningen in het net van Heerenveen. Het was de opmaat voor een middag waarbij de ploeg de gehele wedstrijd achter de feiten aanliep. En dat zit het team nog steeds niet lekker. Eigenlijk baal ik nog steeds. Dus, het zit wel nog steeds in de groep dat het zo makkelijk weg hebben gegeven daar. Dus, we werken nu wel richting vrijdag, maar het blijft wel in je achterhoofd. Dus, maar dat is denk ik goed voor vrijdag, om daar wel scherp te starten. Ja, eerlijk gezegd was ik zelf ook niet scherp genoeg. En ook niet naar mijn teamgenoten scherp genoeg. Moet ik veel meer regelen en veel meer een leidersrol op me pakken, ook al ben ik misschien jong. Maar dan moet ik gewoon oppakken en ook scherper zijn. Ja. Vrijdag kan Heerenveen zich revancheren in het uitduel tegen NEC. De Promovendus heeft 1 punt meer dan Heerenveen en zal de huid dus duur verkopen. Ik verwacht dat wij nu wel scherp starten en meteen het initiatief pakken. En dan denk ik dat wij daar gewoon 3 punten moeten pakken. Ik verwacht dat NEC compact gaat spelen vanuit discipline. Ze hebben een goed voetballende ploeg die kosten wat het kost eigenlijk wel wil voetballen. En ik verwacht een mooi duel met dit keer hoop ik veel strijd, ook van onze kant. En dat we hem gaan winnen, ja. Als ik kijk, vorig seizoen heb je natuurlijk ook tegen NEC gespeeld. Is er veel veranderd, denk je, bij die ploeg? Ja, denk het wel. Dus de stap naar de Eredivisie heeft ze denk ik wel qua spelers meer aandacht getrokken. Dus ze hebben nu bijvoorbeeld Rietsmeijer en toch ook wel een paar jongens uit het buitenland die er toch bij zijn gekomen. Dus wel een iets ander team, maar... de spelers die er zijn ook wel spelers die daar nu spelen, die vorig jaar ook speelden. En na die wedstrijd tegen Groningen, dan moet er toch een soort revanchegevoel in die groep leven. Klopt dat? Absoluut, absoluut. Er moet een omkeer zijn en vol knallen. En hopelijk lukt dat. De statistieken spreken in ieder geval in het voordeel van Heerenveen. Want NEC is namelijk de club tegen wie Heerenveen in de historie van de Eredivisie de meeste uitoverwinningen pakte. De onderlinge duels leverden bovendien een aantal zeer vrije doelpunten op. Prachtige vrije trap van Ziyech. 2-1 in de spanning helemaal terug in deze wedstrijd. Vranjic verlengt en die bal valt binnen. Wat een wonderschone goal van Lasse Nielsson tegen de verhouding in staat. Heerenveen op voorsprong in Nijmegen. El Ganassi. Daar is Djuricic met een prachtige treffer. Een prachtig doelpunt. Filip Djuricic.